Het is niet voor het eerst dat het waterschap een drone inzet om het gebied te inspecteren, maar wel is het de eerste keer dat op die manier een kurkdroge dijk in beeld wordt gebracht, zoals hier bij de Vecht ten noorden van Zwolle. Nou, we willen ten eerste ook even beelden krijgen voor de communicatie, maar ook zeker voor onszelf om te kijken van nou, hoe ontwikkelt de dijk zich nu met de droogte. En wat kunnen we nu zien in het verschil met schapenbeweiding, met tijdstippen van maaien, welke verschillen zien we nu? En wat we nu al heel goed kunnen zien en natuurlijk ook wel verwachten is het verschil tussen de noord- en de zuidzijde, want je ziet echt zeker vanuit de lucht duidelijk verschillen. De noordkant is duidelijk een stuk groener dan de zuidkant. De zuidkant is met name ook hier erg verdord. Hoe komt dat? Nou, dat komt natuurlijk omdat de zon op de zuidkant staat. En zeker op een dijk, die zit nog eens een keer onder een helling, gaat dat extra hard. En die verdroogt daardoor veel sneller. Ja. Hoe belangrijk is het om deze techniek te gebruiken, om zo de dijk van bovenaf te kunnen bekijken? Nou, als je hier gewoon over de dijk zelf loopt en je maakt foto's van het gewas, dan zie je niet zo heel veel. Dan kun je niet zo heel goed vergelijken. En als je hoger in de lucht hangt, dan kun je veel beter de verschillende vakken zien in de verschillende kleuren. Dat helpt ons enorm om te kijken, oké, waarom is het hier veel droger of waarom is het hier veel groener. Je kunt ook, we beheren de dijk op bepaalde manieren. We maaien op bepaalde tijdstippen en we hebben schapenbeweiding erop. En ook die verschillen kun je straks mooi vanuit de lucht zien. Dan kun je vanaf de grond bijna niet vastleggen. En op deze manier hopen we toch een mooi beeld te hebben. Dat we ook kunnen leren straks van ja, hoe gaan we in de toekomst mee om. Misschien moeten we wel sommige stukken iets ander beheer op toepassen. Om droogte te voorkomen. In ieder geval droogte in de dijken te voorkomen. Maar moeten wij ons nu zorgen gaan maken? Nee, je hoeft nog geen zorgen te maken. De grasmat is nog steeds aanwezig. En de wortels ook die het zand vasthouden, die zijn nog steeds wel. Nou, de grasmat heeft natuurlijk wel heel zwaar. Dat kun je heel duidelijk zien.